En heel veel centjes krijgen die mensen gespendeerd. Bellen met je schoonouders. Vallen ze in de prijzen of niet? De postcodeprijs is gevallen in Gendringen. En dus komt er veel geld. 4,4 miljoen euro. Maar dan moet je wel de juiste postcode hebben. Mevrouw, wat is uw postcode? 7081. 7081 ED. Bent u lid van de postcode loterij? Ja, ik heb twee loterijen. Nee. Zonde, hè? Bij de een gaan de vlag uit en de ander treurt. Weer anderen winnen niks, maar zitten er ook niet mee. Waarom niet? Ja, waarom wel? Nou, dan had u niet een mooi prijsje gehad. De kleinkinderen, vier kleinkinderen, kan ervan genieten. En die geef ik daar geld aan. En dat vind ik veel leuker. Nuchtere reacties dus. Maar bij sommigen lijkt het wel alsof ze het geld al uitgegeven hebben. Ja, oké. Okay. Goedemorgen, heren. Goedemiddag. 4,4 miljoen heeft het gehoord? Ja, ik heb het gehoord, ja. Daar zitten jullie lekker over te praten natuurlijk. Ja, hij heeft 5 loten en ik een 6. Ja. Nee, hoe denk je erover? Ja, maar wat is dan de postcode wat u heeft? Ja, dat vertel ik. Nee, dat moet je niet. 7081. Ja, u heeft 7081, ja. Serieus? Ja, serieus. En hoeveel loten heeft u? 5. Nee, u meent het niet. Ja. Dus die fiets gaat binnenkort weg en dan komt een hele dikke Ferrari. Dat ben een bungalow. Wat meer niet, maar ik heb nog niks. En als mensen zelf niet kunnen bedenken wat ze moeten kopen, helpt de man van de elektronica winkel ze wel. Ja, laat het maar komen. We hoorden het gisteren op Facebook via vrienden en kennissen. En ja, het is wel bijzonder natuurlijk. Geweldig moment. Geeft in deze tijd van recessie toch weer een impuls. En ik hoop dat we daar als ondernemers Gendringen van kunnen profiteren. Aanstaande zaterdag verandert dit plein in één grote feestende massa. Een massa met heel veel geld.